Leuk dat jij weer een video komt kijken bij mij vandaag. Ik heb vandaag een speciale kerstversie van de LOL Surprise ballen. Ja, een beetje laat. Kerst is al voorbij, maar ik heb het vandaag pas afgemaakt. Dus vandaar dat even een late video. Ik heb allerlei leuke cadeautjes gemaakt voor bij deze kerstversie. En die ga ik dus nu aan jullie laten zien. Niet alles past erin, zoals je kan zien. Laten we eerst kijken wat ik erin heb weten te proppen. En dan gaan we kijken wat ik allemaal nog meer heb gemaakt. We gaan hier bovenaan beginnen. Nou, je moet dus natuurlijk hier eerst de codes goed plaatsen. Dan druk je op het knopje. En dan gaat het klepje open. En dan beginnen we met cadeautje nummer 1. Oh, ik heb ook nog inderdaad een rebus gemaakt. Die zal ik zo ook even aan jullie laten zien. Cadeautje nummer 1. Hele leuke kerstschoentjes. Kijk, zo kunnen jullie de kerstschoentjes wat beter zien. Gemaakt met papier-mâché door gewoon te plakken om de voetjes heen van de pop. En dan kan je dus zo je eigen schoentjes maken en leuk versieren. Dan de rebus. Ik had ook nog een rebus gemaakt. Ik heb er geen antwoord bij, dus de vraag aan jullie is: heb jij een idee wat de rebus betekent? Zo ja, laat het dan hieronder weten bij de reacties. En dan laat ik je wel weten of jouw antwoord goed of fout is. Gaan we door. Dit heb ik dus net ingedrukt. Draai ik hem om naar de andere kant en dan druk ik klepje nummer 2 open. Die gaat nog niet open. En hier heb ik gemaakt een kerststrikje. Die gaat dan even zo bij de schoentjes. Kijken of jullie ze hier zo zouden kunnen zien als ik het daarbij plaats. En gaan we door. Even kijken, ik heb die twee geopend. Nu nog de onderkant. Dit klappen klep ik weer dicht. Zo, de onderkant gaat open. En hier heb ik gemaakt een kerstjasje. En daarvoor heb ik dus een badjasje gebruikt van de Bigger Surprise. Die heb ik met papier-mâché beplakt en dan een leuk kerstjasje van gemaakt. Even kijken, wat gaan we dan nu doen? We gaan straks naar de binnenkant, wat daarin zit. Maar laten we nu eerst even de losse zakjes bekijken. Oh. En ik heb hier een mandje. Die wegvliegt. Een mandje gemaakt. Dus dat betekent dat er ook een huisdiertje bij zit. En dan gaan we door naar het volgende cadeautje. En kijk, dat is dus het huisdiertje wat er dan bij zit. Maar het huisdiertje wilde ook een beetje wat leuk en wat winterig en kerstig uitzien. Dus die wil ook nog wat meer cadeautjes opengemaakt zien. Om te kijken wat daar voor haar bij zit. En we vinden hier een pruikje, een leuk haarsetje voor het hondje. Nou, laten we het hondje alvast gaan aankleden met de leuke spulletjes. Kijk eens aan. Nou, dat ziet er al wel veel leuker uit. Zo lekker, ja, heel erg feestelijk ook. Helemaal mooi klaar voor een leuk feestje. Ondertussen gaat ze even in haar mandje lekker zitten uitrusten. En kijken hoe haar baasje er verder uitziet. Zo. Haha, kijk, dit is dus voor haar baasje een leuk kerstmutje, wat al heel erg leuk past bij haar jasje, bij haar kerstjasje. En dan leuke gekleurde laarsjes erbij.
Nou, dan gaan we eens kijken wat ik allemaal nog meer heb gemaakt en hier in het midden heb gepropt. Zo, helemaal vol. De pop en de spulletjes voor de pop. Ik ga eerst even de spulletjes uitpakken. En daarna ga ik de pop net zo aankleden als ik net bij het hondje heb gedaan. Een leuk tasje. Die heb ik helemaal zelf gemaakt van karton en dan beplakken met papier-mâché, verven en een beetje versieren met een lintje. Lekker simpel en ziet er al gelijk leuk uit. Een beetje als een cadeautas. En hier twee leuke vleugels. Zij gaat dus heel mooi verkleed als een kerstelfje. En dat ziet er dan nog wel leuk uit bij haar mutsje en haar jasje. Dan heb ik nog één ding gemaakt en dan gaan we de pop pakken en ga ik haar aankleden. Om jullie te laten zien hoe ze er dan uitziet als speciale pop. Zij heeft dus ook een pruik van mij gekregen, net als het hondje. Ik ga de pop uitpakken en dan ga ik haar aankleden en aan jullie laten zien hoe alles er bij elkaar uitziet. Het is dus deze pop waar het om gaat. En dan ga ik haar nu helemaal aankleden en klaarmaken met het hondje voor het kerstfeest. Laten we haar even goed van alle kanten bekijken. Hier zie je dus het mutsje van papier-mâché en dan beplakt met leuke sierplakkertjes. Het mutsje is zo, zoals je kan zien, van papier-mâché gemaakt met aluminiumfolie en later heb ik dan de rest eruit gehaald. Zodat die dus mooi op het hoofdje past. Met aluminiumfolie heb ik een mutsje gemaakt op haar hoofd. En dat beplakt met papier-mâché om het mutsje zo te maken. Haar haren, haar pruik in dit geval, ook allemaal gemaakt van papier-mâché. Door eerst helemaal om de haren heen te beplakken. Ik heb eerst ingevet met vet en dan ook nog een stukje aluminiumfolie, zodat het makkelijker loslaat. En dan eerst helemaal beplakken, dat is dus de onderste laag wat je hier ziet. En daarna heb ik haren gerold en dan erop gedaan en dan met wc-papier eroverheen geplakt, zodat het mooi vast blijft zitten. Hier zie je dus haar jasje en dat heb ik dus ook een badjasje beplakt met papier-mâché aan de achterkant ingeknipt, zodat die dus mooi om haar lichaam heen past. En dan, dit heb ik dan met papier-mâché propjes erop geplakt om dat dus een leuk bont idee te geven van een kerstjasje. Siersteentjes. Aan de achterkant een vleugel gemaakt van karton beplakken met papier-mâché. En dan hier een lusje eraan, zodat het zo om haar nekje heen past en leuk blijft zitten. Schoentjes, nou dat is dus simpel. Je beplakt dus het voetje, doe je een beetje het voetje zelf, doe je dan een beetje plakband omheen. Even kijken hoor, of ik eentje makkelijk af kan krijgen. Doe je een beetje plakband omheen en dan ga je het beplakken met papier-mâché, totdat je dus de vorm hebt van een schoentje. En dan leuk versieren. Zo, kijk eens aan. En dit is dus wat ik gemaakt heb. Mijn kerstelf en haar leuk cadeautasje. Ik zal even omdraaien, dan kun je ook de achterkant zien met de vleugeltjes. Zo ziet dus mijn kerstelfje eruit. En dan haar huisdiertje. Ik hoop dat je het een leuk idee vindt. Je kan altijd met je eigen poppen heel erg leuk knutselen. Als je het met papier-mâché doet, kun je ze een hele nieuwe look geven. Een mooie make-over. En je kan het altijd weer eraf halen. En heb je weer gewoon je eigen pop. Dus het is erg leuk om je poppen zo leuk ermee, creatief mee bezig te zijn. Ik hoop dat je een leuk ideetje hebt weten te geven. Is dat zo, vergeet niet de video een like te geven. Bedankt dat je weer kwam kijken. En ik zal weer eens bedenken wat ik nu ga knutselen voor mijn volgende pop. Heb je leuk je ideetjes? Laat het dan hieronder weten. In een reactie en wie weet ga ik jouw ideetje maken. Tot de volgende keer. Doepa doe!